Hallo, ik ben Bas Edelaar uit Hoofddorp. En wat ik me nu afvraag is waarom die Afrikanen altijd zoveel harder lopen dan mensen uit Europa. Ja, dat heb ik mezelf ook wel eens afgevraagd. Dan stond ik ergens aan de start, was ik zo aan het tellen, dacht ik, misschien kan ik hier derde worden, mooie prijs. Kwam er opeens een busje Keniaan aan. Ja, dan weet je dat de 8e plaats het hoogst haalbare is. Wetenschappers zijn er overigens niet helemaal over uit hoe dat komt, die Afrikaanse suprematie. Denk je dat het iets met armoede te maken heeft? Afrikanen zijn gemotiveerder. Overgewicht ontbreekt daar ook. Hoogte zou kunnen meespelen. Als je op hoogte leeft heb je meer rode bloedlichaampjes. Is je bloed als het ware efficiënter. Deense onderzoekers denken ook dat de lengte van het hielbeen er iets mee te maken heeft. Er is overigens nog een grappige trend aan de gang. Namelijk dat Amerikanen het deze zomer heel goed doen op de lange afstand. Die verklaring is ook nog niet geleverd.